Hallo en leuk dat je luistert naar Enrise AI. Enrise AI is een videopodcast over, je raadt het al, kunstmatige intelligentie. Het wordt gemaakt door Jeffrey Goyaerts en Sander Bast. Dit zijn respectievelijk een back-end developer en een product owner die beide werken bij het tofste digital agency van Nederland, namelijk Enrise in Amersfoort. In deze podcast vertellen Jeffrey en Sander over de laatste ontwikkelingen rondom AI. Maar ze vertellen ook over hun dagelijkse werk bij een grote softwareontwikkelaar en hoe AI daar elke dag een steeds belangrijkere rol in speelt. Ik ben Peter van Vliet en ik ben werkzaam als marketeer bij Enrise. Ik monteer de uitzendingen, verzin de scripts en spreek intro's in. Tenminste, zolang Jeffrey en Sander me nog niet hebben vervangen door een of andere zelflerende bot. Tot die tijd, veel plezier bij weer een nieuwe uitzending van Enrise AI. Goedemiddag allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Enrise AI. Wederom met mijn vaste compagnon Jeffrey, maar dit keer ook met Henry Bol in ons midden. Goedemiddag Henry. Goedemiddag Sander. We stonden niet zo lang geleden met elkaar op de webwinkelvakdagen. Raakten we met elkaar aan de praat, uiteraard over AI kan ik beter zeggen. Zeker. Volgens mij een leuke klik. Heerlijk. Ja. Dus ik ben heel erg blij dat je bij ons in het midden bent. En ja. Misschien kun je kort jezelf even voorstellen voor welk bedrijf je ook werkt. Waar je oprichter van bent, moet ik eigenlijk zeggen, heel denk goed. Ik. Ja, dank je. Erg leuk om hier te zijn, Sander en Jeffrey. En in de Enrise compound, zoals het is. Hè. Ja. Wat is het? 25 jaar geleden begonnen met e-commerce. Ruim 6 jaar geleden met AI. En toen dacht ik van, daar zit een fantastische verbinding tussen. Hè? En daarvoor heb ik inderdaad, zoals je zegt, oprichter van Blue Walnut. Ja. En dat realiseert actionable insights voor webshops. En op welke manier zet je dat precies in als webshop? We kijken naar van het laaghangende fruit. Mm-hmm. Wat kan je verbeteren in een webshop? En dan kan je kijken naar de campagnes, de content, de producten. En dat geeft het helpt de expert om... Zeg maar, wij zeggen altijd van, op een gegeven moment kan je door de boom het bos niet meer zien. Ja. Nee, want er is zoveel data, dat zou jij ook wel herkennen, ja. Jeffrey. Wat moet je doen? Nou, en dat is mooi van AI-tooling. Die helpt je om aan te geven als een soort extra brein, wat is het slim om te doen. Dus en, dat is Blue Walnut. En concreet, qua wat voor adviezen komen daar dan uit? Bijvoorbeeld dat je campagne is dat je daar veel te veel geld besteedt, ja. Wat niet rendeert. Of je producten die niet converteren. Ja. Of ergens in de journey dat je dat een doodlopende weg is. Dat er misschien ook een product wel heel veel verkeer op komt. Maar het converteert te weinig. Dus dan is misschien de prijs te duur. Dus het is wel een 1 plus 1 is 3. De domain knowledge van de expert blijft belangrijk. Ja. Maar je krijgt aanreikingen. Waardoor het werk makkelijker is. Ja, je data wordt meer gecentreerd en je kunt eigenlijk... beter door de data heen lezen. Zeker. Zelf een rapport krijgen. Ja. Het geeft al op hoger niveau geeft hij aan. Ja. En dan wordt je werk denk ik ook leuker. Hè? Want ik zeg ook altijd maar... ik ben zelf ook een tijd online marketeer geweest... in die 25 jaar of manage van een e-commerce bedrijf. En dit helpt je. Hè? Dit is de tool die ik zelf gehad zou willen hebben. Voor mezelf, voor het team. Want het is veel leuker dan dat je helemaal in de data moet crunchen... Tenzij je een developer bent natuurlijk. Ja. Verschil moet er zijn. Hè? Juist. Maar als je expert bent, dan is het leuker om te zeggen... Oh, deze campagne zou je het beste moeten aanpassen. Of deze pagina. Of hier zou je qua UX wat aan moeten doen. En moet je dan heel veel data ook op orde hebben? Of hoe zorg je ervoor dat je de data goed kunt gebruiken? Ja, wij gebruiken Google Analytics als bronmateriaal. Ja. En daarbij zetten we andere informatie, metadata, Facebook, Instagram... of bijvoorbeeld een content management systeem. Om het verder te verrijken. Dus dat is relatief eenvoudig. Onboarding is heel eenvoudig. Ja. En 25 jaar e-commerce, dat is nogal wat. Dat is een hoop veranderd. En dat gaat de laatste tijd heel veel nog veranderen. Hè? Zeker. Maar wat me ook wel integreert is, je zegt nu 6 jaar met AI bezig. Dus, dus in deze nieuwe hype-bubbel waar we in zitten, denk ik met z'n allen nog een soort van. Ja. Gaat er wel heel veel dingen nu opeens heel snel. Veel mensen die er wat mee gaan doen. Maar wat is voor jou nou echt het... groot verschil geweest, hè? Met sinds dat nu ChatGPT lanceert en we als consumenten er allemaal dingen mee kunnen doen. Ja. Maar daarvoor was jij er ook al mee bezig. Hoe heb je dat ervaren, die periode? Ja, heel bizar eigenlijk. Ja. Het is ook zeg maar van 6 jaar geleden begonnen en ik heel lang geleden, zeg maar meer dan 25 jaar geleden, toen heb ik ook zelf gecodeerd. Ik zat op de TU elektrotechniek, HDTV. Dus dat waren ook al algoritmes in C++ geprogrammeerd. Ja. En toen ruim 6 jaar geleden ging ik zelf weer programmeren in AI.
in Python. En ik denk, wauw, dit is gaaf. 25 jaar niet gedaan. Ja. Dus ik zeg nu ook, ik ben een beetje minimum viable product. hoor. En in die 6 jaar, ja, is al grote ontwikkelingen. Veel gestudeerd ook. Ook gewoon naast mijn werk. En ja. 1,5 jaar ook een cursus gedaan bij MIT. Echt de deep dive gedaan, ook voor de theorie. En toen kwam ineens inderdaad in november 22... kwam ineens ChatGPT om de hoek. En ik zei al grappig, ik was zelf bij OpenAI een soort beta-developer ook. Mm-hmm. En destijds toen Codex kwam, en dat is denk ik, dat is de codec voor Python code en andere. En toen deden ze wereldwijd een competitie. En er waren maar 500 developers die hadden zich ingeschreven. En ik was een gek. Dat was ik ook. En nu is het mega. Nu is het overal. Is het mega. Had je dat zien aankomen dat het zo een sprong zou maken? Nee, absoluut niet. Nee, dus mensen ze appen mij soms ook. En ze weten dat ik een soort AI-autoriteit ben. En zeggen, bol jongen, dat heb je enorm goed zien aankomen. Dat heb je natuurlijk niet zien aankomen. Heb je goed gemaakt, mede-ontwikkelaar. Nee, het is gewoon, het is gewoon overkomen. Maar het is, en ik denk ook wel van, ik moet zeggen, OpenAI is best slim. Dat doen ze nu natuurlijk ook weer met Sora, qua marketing-wise. En ook met, toen dat was zelfs 1 april dat ze ChatGPT of GPT-3 lanceerden. En dat wilden ze toen niet naar buiten brengen, omdat ze dachten van, ja, hè, dit schrijft zulke goede content, dit gaat te ver. Ja. En dat zijn ze nu ook een beetje aan het doen. Maar bij ChatGPT hebben ze niks gezegd. En ineens was het er. Ja, ja. Bijzonder. Destijds had je al de versie gewoon, dus Playground, dat was van OpenAI. En dat was een ander soort interface, een veel meer technische interface. Ja. Je kon temperature instellen, ja, dat zou je denk ik ook wel kennen. En toen hadden ze ChatGPT met reinforcement learning for human in the loop. Zodat het qua veel meer op de mens, qua taal werd gesproken. Ook de vriendelijkheid erin. En de interface was heel eenvoudig geworden. Ja, dus ik heb de eerste Sinterklaas gedichtjes toen gemaakt. Ja. Het was al verbazingwekkend dat dat überhaupt kan. Hè? Als je dan weet hoe we het nu gebruiken voor al onze dagelijkse werkzaamheden. Als je kijkt wat voor groei het ook doormaakte. Als je de eerste ChatGPT-variant kijkt, was GPT-3 die ze gebruikten. Ja. Nu zitten we op 4. En als je die stappen met elkaar vergelijkt, de kwaliteit die daar eigenlijk steeds beter in wordt. Het feit dat hij zelfs contextueel emoties kan gebruiken. Waarbij mensen denken van, hoezo gebruikt hij emoties? Ja, dat snapt hij nu. Ja. Mensen snappen niet de stap die dat heeft gemaakt om dat ook te kunnen begrijpen. Gewoon dat soort kleine dingetjes. Ja, dat laat alleen maar zien hoe hard die groei gaat. Dus ja, ze hebben GPT-5 nu gecopyright. Ja. Ik ben benieuwd wanneer ze gaan aankondigen dat die er echt uitkomt. Maar ik ben heel benieuwd hoe die kwaliteit zal zijn. Zeker, ja. Ja, het zijn grote sprongen, zijn het ook. Het en steeds grotere, dat is ook nog een ding. Ja. Ja, wij gebruiken het zelf ook, hè. Maar dan de API-versie van OpenAI natuurlijk. En in januari vorig jaar al mee begonnen, want ik dacht van, ik deed altijd, zeg maar, de uitleg deed ik over de dashboard en reports deed ik zelf. Ik dacht, dat moet slimmer kunnen. Want anders moeten we nou allerlei mensen gaan aannemen die gaan vertellen. En toen kwam ineens dat ik denk, nou, huppatee, we hadden perfect, die API al liggen. En dat is het mooie, want het is ook een redeneermodule. Je moet wel heel goed doen. Kun je dan de antwoorden of de data wat eruit komt, kun je die dan bevragen? Of hoe heb je dat geïntegreerd? Ja. Of wordt het alleen maar automatisch gepresenteerd? Nee, het is echt bevragen. Ja, ook bevragen, daar zijn we mee bezig. Ja. En nu wordt het gepresenteerd. Ja, en geformuleerd door. Klopt. Ja, door, en je moet daar nog wel een hele slimme slag in maken. Mm-hmm. Want het is een large language model. Het is language. En net zoals in ons hoofd, taal is een ander soort deel van de brein dan rekenen. Ja. Dus je moet het wel, zeg maar, op zodanige manier moet je het neerzetten. En we hebben daar een constructie in, we noemen dat de master data. Mm-hmm. En daar nemen we slices van waarin we dus het redeneervermogen van een large language model gebruiken om de juiste conclusies te trekken. Ja, super interessant. Dus je moet daar wel iets heel slims voor doen, maar dat. Het is niet. Heel veel mensen denken, het is kant-en-klare techniek, dat kun je overal voor inzetten. Ik hoorde vrienden van me zeggen, ik kan niet eens 1 plus 1 optellen. Of in ieder geval zo'n random som, denk ik. Maar dat is ook niet het doel waar die voor is. Je bent aan het praten met iets wat gefocust is op praten, niet op rekenen. Dus ook het gebruik ervan, dat is voor heel veel mensen nog van, oké, hoe moet je het nou gebruiken en wat houdt het nou eigenlijk in? Ja. En dat is ook een heel interessant onderdeel hiervan, is hoe ga je die vertaalslag maken naar de niet-technische mensen, de normale gebruikers?
Dat is heel juist. Ik ben misschien wat meer een normale gebruiker, maar ik ga gewoon heel veel zometeen verwachten dat hij kan. Ja. Omdat hij gewoon heel veel dingen goed doet. Ja. Hoezo kan hij dan niet 1 plus 1 doen? Hè? Want dat is een beetje de verwachtingen van consumenten logisch. En gebruikers zijn gewoon heel hoog. En volgens mij gaat dat nu ook wel heel snel. Dat mensen automatisch heel veel verwachten. Wel eigenlijk nog ook wel op sommige vlakken een beetje aan het begin zitten. Hè? Ja. En die balans dat dus zoeken is toch wel ingewikkeld, denk klopt, ik. Ja. Ja. Ja, klopt, ja. En ik laat zeggen, wij zijn technische, dus we zullen misschien meer accepteren. Net zoals in de begintijd, dan kreeg ik conclusies eruit. Die waren soms briljant. Dat had ik zelf niet kunnen bedenken. Aan de andere kant dacht ik, de plank slaat hij helemaal mis. Ja. Ja. Of hij, het systeem. Het, ja. En het was ook dat die berekeningen, dus daar hebben we een andere manier voor bedacht. Maar dan moest er iets opgeteld worden of vermenigvuldigd worden. En dat klopte gewoon niet. Maar dat is dus logisch. Dan zou ik in mijn Nederlandse taal of moeten optellen. Dat kan ik ook niet. Nee. Maar je wel inderdaad, wat je zegt. De mensen verwachten natuurlijk dat het gewoon... Ja, dat het een soort mens is, een soort genie is. Dat alles al kan, maar dat is nog niet zo. En zelf heb ik gewoon door het veel te gebruiken... ga je hem ook gewoon, hem of haar, gewoon leren kennen. En dan weet je ook wel wat voor vragen... of hoe moet ik mijn vraag stellen en wat kan ik wel stellen... om een goede reactie te krijgen die je kan gebruiken. Ja, ik zei natuurlijk, ik heb het al eerder gezegd, prompt engineering, zoals we dat noemen, dat is eigenlijk een nieuwe skill die je gaat leren. Waarbij eerst was het ook heel erg een skill om te leren zoeken. Dat je op Google leert hoe je bepaalde termen moet zoeken. Dat is oprecht een skill. Ja. En nu ga je zien dat je vragen op de juiste manier formuleren, dat het taalmodel het snapt, dat is de volgende stap. Ja. En dat zie je heel erg. Welke vragen stel je, wat kun je wel stellen, wat niet. Ik denk dat de verwachting altijd daar los van zal staan. Want die zal altijd veel te hoog staan. Maar ik ben benieuwd hoe ze dat de komende tijd... Ja, vind ik heel mooi gezegd ook, Jeffy. Dat we worden steeds meer een soort instructeur. Ja. Ik hoop niet dat we tegen elkaar ook zo gaan communiceren. Ja, maar we gaan gewoon steeds meer met soort assistenten werken. Het werkt gewoon als een assistent. Juist. En die kan soms heel veel dingen doen. En ook binnen e-commerce, want je zegt net 25 jaar e-commerce. Ik wil zo meteen ook even dat vlak een beetje opduiken. Met name de vraag van, hoe als ik dan iets binnen e-commerce ga doen, hoe kies ik dan wat bij mij past? Hè? Want opeens komt de factor AI daar eigenlijk ook wel flink bij. Zeker. Gaat heel veel veranderen en hoe ga ik dan keuzes maken? Volgens mij is dat interessant. Maar ik wilde ook nog even 2 actualiteiten met jullie doornemen. Ik heb Zora eruit gepikt. En mede omdat Jeffrey komt daar naar mij toe met... ik heb een blog geschreven, wat gaan we gulpen die online knallen. Heel goed. En Henry zit mij echt 22:30 s'avonds. Heb je Zora al gezien, weet je. Dus volgens mij is dat wel bijzonder wat daar gebeurt. Hè? Waar gaat je blog over? Dat is misschien wel leuk even te vertellen dan. Ja, natuurlijk. Ja. Meer even uitlichten van wat is Zora. Voor heel veel mensen denken, dat maakt een videootje gaaf, leuk en door. Maar ook meer de gedachte erachter. Wat het eigenlijk betekent. Het feit dat ze video's kunnen genereren die zo realistisch zijn... betekent dat hij dus ook echt contextueel kan snappen hoe de wereld werkt. Mm-hmm. En dat hij dus echt een beeld heeft van hoe dingen op elkaar reageren. Ze hebben een filmpje waarbij er een glas wordt omgegoten. Juist. En dan zie je het water ook echt over het blad heen verspreiden. Maar het feit dat hij dat kan begrijpen, dat op die manier werkt. Ja. En natuurlijk, het is nog niet perfect. Maar het feit dat het dat soort dingen al... begint te begrijpen. Zeker. Dat voorbeeld wel, Jeffrey. Ja. Het glas had officieel gebroken moeten worden, zeggen ze dan. Hè? Dat is dan het volgende punt, inderdaad. Maar het feit dat de vloeistof dus wel al werkt... Juist. Kijk, het zijn natuurlijk stapjes. Maar het feit dat deze stap al genomen wordt... en er eigenlijk al is... Ja, het wordt alleen maar beter. En ik snap het, hè. Dus het is heel bijzonder. Ik stuur een stukje tekst in en dan krijg ik een video van... volgens mij is het 60 seconden. Maar waarom is het zo bijzonder dat hij die context kan begrijpen dan? Waar AI, waar ze het heel veel voor willen gebruiken, is ook simulaties en een beetje die hoek op. En als jij straks dat kan toepassen, betekent ook dat als jij een vraag stelt aan AI, dat hij een beeld kan krijgen van hoe jouw omgeving eruit ziet. En daar dus op kan reageren. Dus bijvoorbeeld het zelfrijdende. Ja, nu begint het met een filmpje genereren. Maar als hij dus een situatie voor zich kan zien en hij weet gewoon hoe dingen op elkaar reageren. Kijk, dat stukje context, dat is gewoon... heel interessant en eigenlijk best wel heel belangrijk. En dat lichten ze niet helemaal uit. Als je in een deep dive artikel kijkt, dan hebben ze het er wel even kort over. Maar dat is gewoon een heel belangrijk stuk in de AI. Het feit dat hij kan snappen hoe een situatie werkt, wat er gaat gebeuren.
En het is dus meer dan een filmpje. Er zit veel meer achter. Ja, de toepasbaarheid lijkt nu van... Oké, ik kan makkelijk een reclamevideo of misschien wel een film maken. Als ik het 100.000 keer aan elkaar doe, heb ik een lange film van een keer 60 seconden. Ja. Maar de toepasbaarheid zit zometeen ook, laten we zeggen, in de robotica. Hè? Dat we robots of zelfs in auto's, dat die een goed beeld hebben van wat hier gebeurt en daarop zou kunnen acteren. Ja, ze noemen het zeg maar een world model. Dus je zou dit straks ook, waar wij hier met z'n drieën zitten... Hè? Dan hoeft alleen maar degene die het organiseert, doe deze avatars en laat ze met elkaar praten. Doordat het een volledige simulatie wordt. Ja. Ja. En het bijzondere inderdaad, dat is van dat ze dus het emergente dat erin zit, ze noemen dat de tokens, dat zijn de tekens met woorden, large language models, gedigitaliseerd. Ja. Bij video noemen ze het de patches, zijn stukken video. En alleen maar door heel veel video's te laten zien. En sommige zullen waarschijnlijk ook virtueel gegenereerd zijn. Ja. Heeft het systeem, het algoritme, iets ontdekt? Zoals natuurwetten. Wat Jeffy net zei, dat glas valt. Hoe moet die vloeistof dan lopen? Ja. En dat is op zich bizar. En wat ik me dan afvraag, want dat gaat in oneindigheid door, zou je zeggen. Hè? Voorspellen van een natuurwet, als iets blijft oneindig doorvallen in principe tot er een grond is. Waarom is het nu beperkt nog tot 60 seconden? Of is dat gewoon een kwestie van dat is gewoon een proces van rendering, genereren? De rendering. Ze zeggen dat het een uur nu duurt om één half uur. Ja. Ja, het is natuurlijk nog best wel nieuwe techniek. Dus er moeten nog wat efficiëntieslagen doorheen. Ja. En het begint nu met 60 seconden. Inderdaad in een uurtijd. Nou, zometeen zal het misschien 60 seconden in een paar seconden tijd. Want ze hebben natuurlijk ook hun audio-modellen, waarbij je text-to-speech kan genereren of whisper, juist speech-to-text. En dat kan die al in een tiende van de tijd van hoe het clipje eigenlijk is. Nou, ik verwacht dat er zo'n soort gelijk systeem, of de verbetering, ook in de video zal gaan komen. En dat je dus eigenlijk zegt van, oké, ik wil deze video, bam, hier is je video. Ja. En natuurlijk blijft het heel belangrijk dat je de situatie omschrijft, maar hij snapt dan ook hoe de situatie eruit ziet. Dat is het hele gave hier. Ja. En het is een demo geweest, hè? En ik ben wel eens demo's gewend dat de werkelijkheid daarna heel anders is. Ja. Maar goed, Dev Day hadden ze best wel, hè, dicht op van, dit laten we zien, we gaan er gelijk meer live. En het werkt op die manier. Op de API Assistant misschien nadat hij net even anders werkt op sommige vlakken. Maar hoe verwachten we dat bij Sora? Ik denk dat ze niet gelijk gaan uitbrengen, dat sowieso. Ik denk dat dit voor hun meer een showcase is van, kijk, wij kunnen dit al en dit is de volgende stap. Ik verwacht wel dat ze misschien wat papers gaan uitbrengen van, deze techniek hebben we gebruikt en dit is het voordeel wat je eruit kan halen. Misschien dat ze inderdaad wel uiteindelijk voor de consumer inderdaad korte clipjes kunnen genereren. Je hebt nu bijvoorbeeld Midway of Runway AI. Mm-hmm. En daar kun je van een foto bijvoorbeeld 4 seconden video genereren, dat die net een animatie maakt. Maar dat kost al aardig wat geld. En als je gaat rekenen naar de resolutie van een video, 1920 bij 1080, als je dat dan vergelijkt met hoeveel dat kost voor DALI om te genereren. Nou, zoveel cent. En dat dan doorberekend. Het is natuurlijk best wel een duur grapje om 60 frames die geanimeerd zijn. Dus ik denk, prijstechnisch zal ze op korte termijn ze nog niks uitbrengen, denk ik. Dus ik denk dat het vooral meer een showcase is van de techniek. Het zou ook wel weer een interessante markt kunnen zijn, denk ik, voor misschien bedrijven die commercials willen uitbrengen. Hè? Want een echte commercial opnemen ergens op Aruba van Avidan dan is wel misschien wat meer kostbaar dan dat het gewoon misschien dat ze voor de enterprise een uitzondering gaan maken. Maar voor de consumer verwacht ik het niet. Want het kan maar zo zijn dat je video genereert, dat kost je $2 bij wijze van spreken. En als het niet het resultaat dat je wil, ja, genereer maar opnieuw. Oké, weer $2. Ja, dat is toch weer net niet. Opnieuw, nou, weer $2. De haalbaarheid daarvan betwijfel ik nog. En het andere punt is ook wel een beetje de ethiek. Hè? Waar gaat het dan heen? Wat ga je dan voor video's creëren als je dat zo vrijgeeft? Hè? Ja, nou, ik moet zeggen, OpenAI is ook een slimme marketingmachine. Ja, heel goed. En dit is weer iets prachtigs, want iedereen... En je kan het zelf nog niet doen. En wat ze wel doen, is dat ze zeg maar, een beperkt aantal mensen... die ook om zeg maar, de ethische kant te kijken, wat kan ermee gebeuren, laten ze er dan mee spelen... En daar komen dan ook weer filmpjes uit die iedereen fantastisch vindt. Ja, het is natuurlijk marketing-wise prachtig om zo te doen.
Ja, maar het zal zeker als je op het punt zijn, zit waar ze nu zitten, hoe de kwaliteit als je daar dan zit. En je kunt het marketingtechnisch op die manier doen. Ja. Dat is echt fantastisch. Ja. Ja, voor hun is het natuurlijk alleen maar waarde voor het bedrijf. Dat is natuurlijk voor hun ook heel belangrijk. Gezien de beursgang. Ja, nee, precies. Dus dat ja. Voor hun is het is meer dan alleen de techniek naar buiten brengen. Het is meer ook kijken wat wij kunnen. Ja. Dat ja. is natuurlijk ook. Is ze later een beetje een proefballonnetje. En daardoor kijken hoe de markt reageert, hoe mensen reageren. Een beetje eraan laten wennen. Eigenlijk een beetje zelfs dat ze toen in april met ChatGPT of GPT-3 gedaan hebben. Content. En nu, content kan zoveel schrijven. Dit wordt gevaarlijk voor de wereld. Dit kunnen we niet zomaar uitbrengen. Ja. Nou, nu doen ze het iets anders. Maar ja, dat, maar, ja ik vind het fantastisch als ze dat zo doen, toch? Ja, ja. Zeker. Ze pakken het heel slim aan. Dat doen ze goed. En een andere dingetje wat ik voorbij zou komen is Gemini, hè? 1.5. Die binnenkort ook vrijkomt. Ja. Misschien ook al toegankelijk is voor een x-aantal. En wat me daar opviel was de context window. Hè? Dus bij OpenAI kon ik 128.000 tokens kwijt. We hadden net over tokens patches, maar tokens in het geval. Ja. Ja. En bij Gemini zegt het over 1,5 miljoen. Klopt, ja. En dat zie ik dan in het vakje van ik kan het direct meegeven waar die direct, laat maar zeggen, zijn antwoord op baseert. Hè? Ja. Want wat we nu doen in onze dingen die wij maken, is dat we gebruik maken van externe datasets. Dat wordt dan embed in de vector database. En dan op die manier, laat maar zeggen, zoeken in samenvattingen naar antwoorden. Maar ik merk toch wel, als ik het in de prompt direct meegeef, dat het antwoord gewoon beter is. Ik zie hier een docent AI hij leert het wel, hè? Maar nu nog de vraag aan de rest. maar hoe zien jullie dat voor in de toekomst? Hè? Blijft embeddings en vector database wel een ding? Of is het zometeen dat de context window gigagroot is, waar mijn hele alles instopt en dat hij daarop acteert? Of voor mijn gevoel is dat, ja, ik krijg daar betere responses uit dan wanneer ik het anders gebruik. Mm-hmm. Wat is jullie idee daarbij, Henry? Ook eerst wat kijk, je ziet een paar zeg maar, ontwikkelingen ook in de markt ontstaan. Zeg maar. Je ziet de wetenschappelijke ontwikkelingen, je ziet development ontwikkelingen en business ontwikkelingen. En die wetenschappelijke ontwikkelingen die zijn aan de ene kant dus inderdaad dat ze dus veel grotere databases kunnen neerzetten. Wat fantastisch is natuurlijk, hè. 100.000 wat OpenAI had. Eerst waren het maar 10.000. Dan was ik al blij. Ja. Nu 100.000 ben ik al blij. Maar goed, ik begin ook alweer in mijn hoofd te stoten. Dus ik zit al te wachten. Het is natuurlijk fantastisch dat dit gebeurt. Mm-hmm. Dus je kan veel meer, zoals je zelf zegt, je zou minder hoeven te embedden. Je hoeft minder die data neer te zetten, die indexing te doen. Zo, en dat je toch heel snel gegevens kan zoeken. Maar als je database groter is, dan heb je daar minder reden toe. Maar je ziet ook aan de andere kant, zie je juist dat ze proberen het aantal karakters te verkleinen. Hè, soms maar tot 4-bit. Ja. Waardoor je large language model op je laptop kan draaien. Mm-hmm. Dus je ziet met name de open source, met name dat ze het kleiner willen maken. En daardoor sneller maken. En dit zit weer een verbreding. Dus je ziet aan alle kanten zie je ontwikkelingen ontstaan. Gestuurd door de wetenschap, want die dan, slim. He, we maken weer iets slims. Ja, groter, sneller, makkelijker. Ja. Makkelijker. En weer in doorbraak. En weer een doorbraak. Aan de andere kant inderdaad, gewoon aan de development kant. Dat je zegt van, we hebben veel meer mogelijkheden door onze ruimte te vergroten. Laat maar 1,5 miljoen tekens laten staan. En straks misschien 10 miljoen. Maar je krijgt natuurlijk straks het hele leuke dat je hele code kan je in één systeem zetten. En dan zeg je van, zoek maar de fout op. Ja, precies. Het werkt op deze manier. Hier zit echt, er gaat wat fout. Waar zit de fout? Op deze regel heb je dit gedaan. Dan kun je beter dit neerzetten. Ja, dus nu moet je gedeeltes van je codebase een keer kopiëren. Erin plakken. En dan, dit stukje is die geen fout. Maar dan kan hij, als hij de hele codebase heeft, kan hij de hele context begrijpen, zien. Ja. Waarschijnlijk beter beter bevatten. Want ik weet niet hoeveel regelcodes soms jullie hebben, maar we hebben ook al een paar miljoen codes. Sommige passen er niet. En dat, ik weet zelf niet meer precies alles wat het is. Hè? Ja. Zij zou contextueel gewoon een stuk sterker worden. Ja. Het wordt natuurlijk qua gebruik, zal het nog steeds een uitdaging worden. Wat is je use case? Want ik kan wel zeggen, alles kan erin. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, als je dataset voor een onderdeel van een use case zo groot wordt dat het daar weer niet in past, moet je dan wachten tot het daar weer in past. Ja. En dan moet je gaan afvragen, qua kosten, als ik elke keer mijn hele verhaal meestuur, er zitten natuurlijk kosten aan verbonden, rekenkracht. Dus het zal een afweging worden, denk ik. Denk ik dat je die wetenschappelijke drive, dat gaat zoveel, hè? One more paper down the line, gaat zo goed dat je en zo snel, dat daar ook weer verbeteringen in zitten. Zodra de noodzaak er is, zie je alweer die stappen gemaakt worden. Maar dat is natuurlijk mega. En dat is een beetje afhankelijk van uiteindelijk de businessvraag.
ga ik het hele kleine, snelle model gebruiken voor dit specifieke onderdeel? Of moet ik me hele codebase er nu inknallen, want ik heb een ander antwoord nodig. Ja, maar straks heb je een co-pilot in je Azure-omgeving. En nou ja, daar kan je dus je hele codebase inzetten. Ja. Ook beveiligd, hopen we dan. Ja, dat is nog altijd het ding natuurlijk. Hè? Want de grote modellen die zijn nog steeds best wel bij de grote bedrijven. En die zeggen, ja, we voldoen aan deze wet en deze wet en deze privacyregeling. En noem maar op. Maar het is nog altijd de vraag, okay, wil je dan wel al je data, al je code naartoe sturen? En daardoor is het ook interessant wat je net zei, inderdaad, dat het steeds meer wordt gefocust ook door op het lokaal runnen. Dat je zelf bijvoorbeeld een computertje neerzet met een NVIDIA-GPU erin. En dat je zelf een model gaat draaien wat dat soort taakjes op zich neemt. Dat worden natuurlijk ook een beetje afwegingen. Dus inderdaad, aan de ene kant bij de grote bedrijven die heel breed gaan. Inderdaad ook wel die focus op de kleine bedrijfjes of kleine open source modellen die... Ja, het lokaal mogelijk maken. En dan denk ik dat de grote meute die gaat gewoon mee met de grote bedrijven. Dat is tenminste hoe het nu is. Hè? Ja. En dan heb je natuurlijk een select aantal. Hè? Wellicht wat meer de specialisten die er af en toe denken... Ja, het is nu handiger om dit te doen, want dit soort type data wil ik per se. Ja, maar bijvoorbeeld in de begintijd van dat OpenAI getraind was... dat was ook op GitHub, maar ook de private repositories. Hè? De privécode die er was. Ja. Dus toen kon je vragen van... Hoe zit, geef maar een code voor een bepaald, wat een concurrent eigenlijk had. Ja. Nou, dan kreeg je een mooie code die direct van de concurrent. Maar dat hebben ze daarna wel afgeschermd. Die risico's zijn er wel. Ja, ja, die stapsgewijs worden die opgelost, maar die zijn er wel. Dat is natuurlijk een beetje inderdaad, waar hou je dataset vandaan? En wat is een goede dataset? Leuk dat ik 100.000 repositories heb, maar er zitten ook een heleboel crappy repositories tussen. Dat maakt het natuurlijk best wel uitdagend. Hetzelfde met de large language models zijn natuurlijk getraind op miljoenen, miljarden boeken. Er zijn ook boeken waar verkeerde dingen in staan of waar dingen in staan die ethisch misschien niet helemaal verantwoord zijn. Ja, hoe kan die de onderscheid daarin maken? Dus is natuurlijk best wel een gevoelig onderwerp ook wel. Ja, ik heb ook wel eens gehoord zeg maar, van die large language model. En je hebt natuurlijk ook het hele internet dat wordt weggetrokken. En dat ze dat gebruiken. Maar de echte data die dan clean gebruikt wordt is misschien maar 3%. Ja. En hoe minder het is en beter gecleaned is, des te beter het large language model is. Ja. Dus die pre-processing is daar een heel belangrijk onderdeel in. Ja. Hey, dan weer even terug naar e-commerce. Bergen ervaring, Henry, al 25 jaar inmiddels. En daar verandert nu natuurlijk nu ook een hele hoop. En we zien heel veel vragen voorbij komen van... waar moet ik nu rekening mee houden met het kiezen van een platform? Hè? Want AI is er, AI komt eraan. Iedereen doet ook al dingen met AI. Maar wat zijn nou belangrijke factoren om rekening mee te houden misschien wel? Ja. Hoe zie jij dat landschap veranderen? En hoe zou je daarop reageren als iemand die vraag aan jou stelt? Ja, zeker als je qua platform moet kiezen natuurlijk. Hè? Als je daar voor de keuze staat. Kijk, laat zeggen van die generative AI. Hè, dus het genereren van content, video... plaatjes, tekst, dat heeft natuurlijk een grote stap genomen vorig jaar. Er was een beetje proof of concept. Ja. Dit jaar is echt professionalisering. Dus je wil natuurlijk een platform hebben dat dit soort tools, wat is het, geïntegreerd heeft. Ja. He, ook als je vertalingen, vroeger moest je dat natuurlijk zelf doen. Dat wil je liever dat het automatisch gedaan wordt. Je wil ook misschien dat je reviews automatisch, zeg maar, gecheckt worden en daar informatie voor over terugkrijgt. Dus steeds meer assistent, zoals jij het noemde. Eén autonoom al die daarin werkt. En andere die een soort alerts geeft. Ja. Dat is één kant. Maar je wil ook qua functionaliteit naar je klanten toe. Of het nou B2B is of de consumenten. Ja, Q&A-bots. Uitvraag zal natuurlijk een standaard onderdeel worden. Want in welke vorm dan ook. Ja. In welke vorm dan ook. Hè? Zoeken... Net zei, dat is natuurlijk, vroeger moest je leren zoeken. Nu wil je juist meer bediend worden. Ja, leren uitleggen. En ik zoek een broek, zwart, deze maat. Dit zijn alle broeken die we hebben. Ja. Dat soort dingetjes. Ja. Dus inderdaad het meer, echt inderdaad de focus op de assistent. Hoe kan ik de bezoeker eigenlijk dezelfde service geven als in de winkel? Waarbij je bijvoorbeeld een medewerker kan aanspreken van... ik zoek een broek, deze maat. Oh, dat ligt in die hoek. Nou, als je in plaats van de hoek wordt ingewezen... naar een pagina wordt gewezen met al die broeken... Ja, dat soort dingetjes. Ik denk, dat ga je sowieso krijgen. Ja. En daar zal de focus denk ik ook op liggen. Dus die... Heel veel personalisatie vanuit de gebruiker gezien. Dat is dan nog een derde stap, zou ik zeggen, qua functionaliteit.
De eerste is zeg maar je search, dat levert al een hogere conversie. Ja. Een goede Q&A en niet de Q&A's die we zeg maar, waar mensen zich... De standaard flow, maar een dynamisch gesprek. Ja. Zeker. Die zullen een veel hogere conversie geven. Mm-hmm. Zeker als ze daardoor juist nog eens een keer de juiste plaatjes, video's, aanbiedingen erbij zetten. En dan heb je een goede dat je zegt van, je wilt dan nog veel meer personaliseren. Dus een platformen die dat al bieden, zullen er nog niet veel zijn. Ja. Maar die hebben natuurlijk een enorme voorsprong. Zodat je aan de hand van jouw gedrag, je hoeft misschien niet eens ingelogd te zijn, maar het gedrag van jou op de site, hè, bijvoorbeeld als je een printer aan het zoeken bent, er zijn honderdduizenden printers of duizenden printers waar je uit kan kiezen. Je wordt helemaal gallisch van. Ja. Ja. Als je al een beetje weet dat je aan het zoeken bent, dan kan zo'n algoritme al zien, nou, je wil waarschijnlijk zo'n printer. Zullen we dat alvast even... Ja, die een beetje bovenaan zet of eerder laten voorkomen. Sander, het lijkt erop dat je deze wil hebben. Klopt dat? Maar dan zou zelfs ook de UX experience echt kunnen veranderen op basis van wie ik als bezoeker ben. Hè? Zeker. En de andere kant is dus, ik zeg maar, dat is de customer kant. Mm-hmm. En dan heb je ook de client kant. En daar heb je dus voor dus het bedrijf zelf. Die krijgt natuurlijk tooling. De alerts. Dit gaat te mis, dit is belangrijk. Zo'n beetje net zoals Blue Wallet. Het helpt je om slimmer te zijn. En zo'n platform moet ook aan die kant. Dus dat je niet zelf te veel in moet, maar dat je zelf al aangereikt krijgt wat belangrijk is om te doen. Ja. Wordt ook een andere manier van werken. Ja, hoe natuurlijk AI nu ook veel wordt gebruikt, dus hoe wij het vaak ook gebruiken, is als een rubber ducky. En als je inderdaad voor je personeel, voor je, je kan zeggen van, hey jongens, als je vragen hebt, vraag het daaraan. Die heeft alle data. En als die dan inderdaad op dezelfde manier ook van, hey, wat is hiermee aan de hand? Nou, dit is een rapport van deze punten. Dus het is een verlengstuk. Dat zul je zowel aan de klantkant als je eigen kant krijgen. Om te bevragen, maar ook bij routine taken, denk ik, om producten, informatie uit te schrijven, foto's te creëren, afbeeldingen of iets anders. Juist, en misschien moet je dus je eigen beeld van waar het straks naartoe gaat vertellen. Ik wil nog even... Die houden we te goed. Ik creëer mijn beeld pas als ik echt alle informatie heb. Dan pas, ik moet alle context hebben om een goed beeld te kunnen schetsen. Dus daar wacht ik nog even mee. Ik vind het nog interessant met data. Hè? Want dan ga ik als consument zo'n platform gebruiken. Mijn data gaat erheen en we krijgen dingen terug. Maar er zit uiteindelijk ook aan de achterkant een LLM weer achter. Hè? Hoe zie je dat spel? Hoe veilig moet dat zijn? En hoe betrouwbaar en... Ja, hoe kan ik dat beoordelen ook? Ik vind het best wel moeilijk. Je bedoelt ze als bedrijf zijn? Allebei, of? Denk ik. Als consument ook. Ja, consumenten, laat zeggen van... hoewel, de nieuwe generaties gaan daar veel meer op letten. Hè? Dat merk je wel. Die zullen minder snel hun eigen gegevens neerzetten. Dan zijn algoritmes natuurlijk op zodanige manier slim. Hè? Laat zeggen, in brede zin, collaborative filtering. Als je kijkt naar je peers toe. Ja. Ik heb zelf al heel lang die gedachte van die vogels die zo vliegen. Zo in zwermen en zo heb je ook segmenten. Dus daaruit kunnen algoritmes ook patronen al afleiden van wat jij wil. Ja. En dan hoeven ze jou als persoon niet te kennen. Ja. Dat is een belangrijke. Aan de andere kant is het wel zo, wij anonimiseren altijd de data voordat we het naar de large language model zetten. Zelfs als ze zeggen van via de API... We mogen er niet van leren. We mogen er niet van leren. Neem het risico niet. Neem het risico niet. Er zit een soort van filter tussen. Maar werkt het ook nog dan als ik in een Q&A... Hè, ik ben consument en ik gooi gewoon mijn info erin... dan is die filter dan nog daar van toepassing? Of kan je dat dan... Dat zou je dan eigenlijk wel willen, denk ik. Voordat het naar een LLM gaat. Het is natuurlijk een beetje een privacy-vraagstuk ook. Ja. Privacy is natuurlijk best wel een gevoelig onderdeel hierin. Mm-hmm. Eigenlijk in al het AI. Hoe ver ga je? Ja. En wat je in de toekomst misschien zal zien... zoals we nu cookies hebben op een website... is dat je misschien wel een soortgelijk systeem krijgt. Dat je bij wijze van spreken een profiel opbouwt. Een AI-interesseprofiel. Bijvoorbeeld Google heeft dat ook van jou. Dat als je naar Google gaat, kun je zeggen... Oké, wat weten jullie van mij? Nou, je vindt dit interessant, je hebt dit gedaan. Dat je dat profiel eigenlijk meeneemt naar een website. En dat je daar een aangepaste service op krijgt. Mm-hmm. Dat soort dingen zie ik misschien ook nog wel gebeuren. Ik denk dat dat ook wel een interessant onderwerp is. Ja. Maar het is ook het spanningsveld tussen gemak en privacy. Precies. En het valt me ook wel op soms dat maar breed in de maatschappij wordt er gezegd van... Oh, dit is heel belangrijk qua privacy. En aan de andere kant, wat is het? Ja, die grote bedrijven zoals Meta, Google... die hebben allemaal een avatar van jou. Ja. En niemand die zich daar zorgen over maakt. Ze weten meer van mezelf dan... Dan jijzelf. Ja, en dan het idee wat ik had. Ja, waar ik het even naartoe neig, we hebben het over assistenten gehad net. Dus, maar ik zie het voor me dat ik zometeen een assistent heb. Die geef ik een opdracht.
ga maar iets shoppen. Hè? Mm-hmm. En dan gaat hij op een andere manier shoppen in een e-commerce landschap dan dat mensen nu doen, ja. volgens mij. Want en hij gaat kijken naar misschien wel naar data, of misschien praat hij wel met de assistent manager van de e-commerce club. Ja. Ja. Dan gaan ze samen onderhandelen om dingen te doen. Ja. Hè? En hoe zien jullie dat? Denk je ook zo'n toekomst? En wat betekent het dan? Ja, ik heb natuurlijk met die 25 jaar e-commerce heb ik altijd al gehoopt dat er iets zou ontstaan dat aan de consumentenkant zit. Ik heb altijd wel ook aan de andere kant gezeten. Mm-hmm. Maar de macht zit toch bij de provider. Zit daar. Maar het is nooit gelukt, denk ik, voor partijen. Want je moet ook wel een organisatie hebben die zoiets neer gaat zetten. Maar het zou natuurlijk fantastisch zijn. Want er wordt heel veel marketinggeld besteed om iets onder de aandacht te brengen. En dat kan je natuurlijk ook omdraaien. Er staan wel kleine initiatieven. En wat jij zegt, je draait het om. Want jouw avatar, en die krijgt ook een budget. Je mag zelf keuzes maken, want hij weet wie ik ben, wat ik wil en waarom ik het hij wil. Hij weet beter wat jij wil. En het wil. Maakt mij niet uit of hij bij bol.com of bij Amazon gaat shoppen. Klopt. Of bij de Van de Hoek, misschien wel liever bij De Hoek. Juist. Dus hij kan er een soort van doorheen navigeren. En dat zal het hele speelveld misschien wel veranderen, denk ik. Wat is de volgende aankoop die je zou willen doen, Sander? Ik ben bijna ook jarig, dus ik heb er al stiekem over na te denken. Maar heel goed. Ik ben heel veel aan het padellen, maar ik heb eigenlijk alles al wat maatje begrepen. Okay. Dus dan ga ik... ik zou wel nieuwe padelschoenen toch wel willen, Prachtig. Dus dan zou je dat al kunnen opgeven. En sterker nog, je zou natuurlijk ook kunnen doen van... bij je vrienden gaat hij gewoon geld ophalen. Ja. Van, hier is een tikkie of... Automatisch, hoor. Ja, hij gaat wel manieren bedenken om het allemaal... Sander heeft een spaarpotje voor zijn verjaardag. Ja, ik weet genoeg, ik ga de rest gewoon organiseren. Ja, en dan het hele feestje doorheen, alles. Ja. Hey, op een gegeven moment krijg je dat. En wat is het? Het is niet bekend hoeveel het gekost heeft. Want je vrienden hebben dat betaald. Ja, maakt mij niet maar het is fantastisch. Ja. Maar interessant vind ik dus nog dus dat de partijen zoals degene die die schoenen aanbieden, hoe moeten zij zometeen dan, als het gaat werken op die manier, hun producten aanbieden? Hè? Ja. Want op dit moment ga je toch op een bepaalde manier marketing voeren, dingen beïnvloeden. Ja. Ik heb een hele mooie website, maar het maakt mijn avatar niet uit hoe de website eruit ziet en waar de knop zit afrekenen. Want hij vindt zijn weg daarin wel. Nee. Dus dan moet ik toch op een andere manier mijn data gaan klaarzetten of mijn producten gaan presenteren eigenlijk. Ja, dat is het mooie van zeg maar wat we net al hadden, die emergentie die er is. Hè? Dat je... Dat ook vanuit die video's een logica komt dat natuurwetten herkent. Mm-hmm. Gaat hier ook iets emergent ontstaan? Je hebt natuurlijk, laat zeggen van die 25 jaar, in het begin waren het alleen websites. Toen kwamen de webshops zelf, toen kwamen de platformen natuurlijk als een groot. Toen kwamen de apps ook, zeg maar, misschien daarvoor nog de mobile apps. Ja. Om dingen te verkopen. En nu de platformen, Amazon, bol.com, of bol. Heet het tegenwoordig natuurlijk. En wat is het? Shopify is ermee bezig. Ja. Maar straks ga je iets anders zien. En dan is het helemaal niet meer belangrijk hoe jouw webshop eruit ziet. Maar dan zijn het misschien meer de feeds die belangrijk zijn. Ja. Of, Je krijgt een beetje misschien een soort wireframe website ernaast staan waar al je data in zit, waar die dan doorheen browst. In plaats van dat je het visuele gedeelte waar wij doorheen browsen. Ja. Ik denk dat je zo'n hoek misschien opgaat. Of je krijgt een virtueel loket. Ja. Waarin zeg maar, jouw avatar aan kan kloppen. En die zegt van, ik zoek die schoenen. En daarachter een veiling met, we hebben iemand die schoenen wil. Nee, deze maat, deze kleur en wie biedt er het laagst of wie kan het snelste leveren. Dit dat is belangrijk bij deze persoon. Ja. Interessant. Een beslist en een vergelijk, die zullen misschien daar als eerste op willen inhaken. Ja. En dan kom je ook weer op een soort van op vlak adoptie. Want het moet uiteindelijk wel geadopteerd worden. En dat is denk ik ook wel veel nu mee bezig zijn. Ik weet wel dat het nu speelt, dat het belangrijk is, maar hoe ga ik nu AI integreren? Moet ik het wel doen en waarom dan? Hoe ervaar jij dat? Ik vind het even leuk om van jou te horen, Jeffy. Wat voor vragen kom jij nu al bij de klanten tegen? Dat ze zeggen van, want dat is ook adoptie, hè? Natuurlijk, de huidige situatie is natuurlijk dat ChatGPT is groot. Ik kan praten met AI. Mensen denken nog veel dat AI alleen het conversatiegedeelte is. Dus veel vraagstukken liggen ook in die hoek. Van hoe kan ik mijn klanten helpen doordat ze de juiste informatie kunnen ophalen uit een chatbot. Of ik heb inderdaad personeel dat vragen wil stellen aan onze dataset. Dus het ligt nog heel erg de focus op het conversatiegedeelte. En ik denk dat nu dat bijvoorbeeld Sora bekend is gemaakt. Mensen komen steeds meer erachter. AI is meer dan alleen spraak. Dat je dus meer gaat krijgen. Wat kan het dan nog meer? En ik kan foto's maken, ik kan video's maken, ik kan geluiden. Er zijn nu ook al websites waar je met AI dan een nummer kan maken. Dat je stem bijvoorbeeld wordt gebruikt en dat er een melodie omheen wordt gemaakt. Dus
mensen beginnen steeds meer te ontdekken dat er meer achter zit dan alleen spraak. En dat is best wel een belangrijk punt van die adoptie, denk ik. Dat de realisatie bij de consument van het is meer. Dus ik denk dat dat de eerste stap is. Ik denk dat daar ook wel aardig wat stappen in komen. Juist door OpenAI, die natuurlijk best wel de marktleider is op dit moment. Die kan zeggen van jongens, wat wij nu hebben en dat iedereen het erover heeft. Nou, wat ik nu heb gezien, je hoort het. Ja, jullie hadden al om middernacht contact. Ja. Heb je Sora gezien? Nou, ja. Hoop, ik loop te slap. Ik kreeg inderdaad over mijn opa, die probeert dat allemaal te begrijpen. Die is 85. Fantastisch. En die zegt van, wat ik nu toch heb gezien. Ja, klopt, opa. Ja. Maar het leeft dus wel. En je merkt dat het steeds breder, het bereik wordt steeds breder, steeds groter. En dat gaat helpen bij de adoptie. Ik denk dat het meer een beetje nog tijd nodig heeft dan dat het meer nieuwe technieken nodig heeft. Hmm. Want die zijn er toch al. Dus ik denk dat met verloop van tijd de mensen echt gaan snappen, oké, hier zit meer achter. Ik denk dat dat de belangrijkste adoptie is. Hmm. Voor de consument die snapt wat het inhoudt. Ja. En als je het vertaalt naar bedrijven dan, hè? Dus wanneer beslis je als bedrijf dan om er iets mee te gaan doen? Het is natuurlijk altijd nog een discussie, is het een hype of is het iets wat blijft? Nou ja, het neigt nu eigenlijk steeds meer, voor steeds meer mensen ook, naar dit is iets blijvends. Want de mogelijkheden ermee, die worden steeds groter, steeds breder. Dus voor een bedrijf is het sowieso wel van belang dat je hier naar gaat kijken. Van hey, welke processen hebben wij of welke punten kunnen wij verbeteren? Misschien wel met AI. Want de verwachting van de consument zal ook zijn uiteindelijk, hey, ik stel deze vraag en ik krijg nog steeds een stomme chatbot waar ik doorheen moet klikken. Ik wil gewoon een gesprek voeren. Of hey, hier moet toch wel AI achter zitten, want dat heeft tegenwoordig iedereen. Het is een beetje het gedeelte van, oké, wanneer maak je de switch van, oké, is het voor ons handig of is het vanuit de klant de verwachting dat het nu gaat gebeuren? Een beetje die samenkomstigheid. Ik denk dat dat best wel een belangrijk punt zal zijn. Dus verkennen zo vroeg mogelijk. Je wil niet achterlopen. Maar om dan de switch te maken, kijk eerst welke toepassingen wil je. Begin laagdrempelig met het conversational gedeelte. En ga daarna je andere processen bekijken. Misschien heb je interne processen waarbij je documenten scant. Dat kan ook uiteindelijk door AI gebeuren. Misschien heb je wel processen waarbij klanten, ik noem maar wat, ergens naartoe moeten, ergens een QR-code moeten scannen, dat je nog facial recognition krijgt, ik noem maar iets. Mm-hmm. Dat zijn allemaal van die processen die je een stukje bij beetje wil gaan analyseren, kijken wat kunnen we aanpassen en dan langzaam die switch maken. Je moet niet in één keer bam omgooien, maar een stukje bij beetje die draai maken. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus tijd, verkennen en slimme keuzes maken in wanneer je het doet. Maar ik word stiekem ook wel een beetje bottom-up. Dus als heel veel consumenten gaan gebruiken, dan zit het al verweven in misschien al heel veel bedrijven die op een bepaalde manier medewerkers met dingen met AI doen. Ja. Maar dat nog niet misschien in alle routine taak verweven zit. Maar ondertussen, als ik dan een blog moet schrijven, dan ga ik stiekem toch AI gebruiken. Ja. Want dat gebeurt natuurlijk al gigaveel vaak vanuit. Maar vaak wat ik denk ik ook veel zie, je kunt op twee manieren, zou ik zeggen, AI toepassen. Daar ga ik me focussen op innovatie, nieuwe producten, nieuwe markten. Want er zijn gewoon heel veel nieuwe kansen die ontstaan. Mm-hmm. Of ga ik misschien meer zitten op kostenreductie? Hè? Door dingen te automatiseren, sneller, makkelijker, een beetje soepeler. En uiteindelijk ook weer een hogere klanttevredenheid. Ja. Of de hybride manier. En volgens mij zul je gaan op zoek moeten gaan naar waarde. Ja. En dat ook gaan ervaren voordat je het helemaal ben kunt ik ook omarmen. Helemaal eens, hoor, wat jullie zeggen van die langzame stappen. Ik ben soms wel iets minder positief, zeg maar. Ik zie ook wel die adoptie die er is. Maar het is ook wel zo, wat ik bij bedrijven zie, ik weet niet of jullie dat ook herkennen, dat er toch ook wel een soort, ik zeg altijd maar die inertie binnen bedrijven om die verandering toe te staan. Ja. En soms zie ik dat juist, bijvoorbeeld voor ons product, dat commercieel manager, de e-commerce managers snel zeggen ja. Mm-hmm. Maar anderen die experts zelf, die zullen misschien wat twijfelachtig zijn. Want dat raakt hun eigen werk. Ja. En dat is dan anders. Je hebt toch andere eisen aan en verwachtingen bij. Ja. En gaat het dan wel voldoen aan mijn verwachting en wat ik wil ontvangen? Om zo te zeggen. En nee, neemt het mijn job niet over, hè? Ja. Dat ook. Maar daar is er dus een cultuur switch is ook een beetje nodig. We zijn het niet gewend, hè? Heel en ook daarom kan je nu, denk ik, beter zetten en starten met kleine stapjes te zetten. Te ervaren door de hele organisatie heen. Hey, dit komt eraan, we gaan ermee werken, het bijt niet, het helpt ons. Ja. Dat draagt er dan uiteindelijk ook bij aan een echte adoptie, denk ik. Ja, en je hebt ook wel, je hebt die onderkant, die zeg maar, de draagvlak ervoor moeten komen, die meegenomen moeten worden. Ook, dat is ook heel belangrijk, hè? Ja.
Dus dat langzame stapjes die jullie ook zetten, dat is wel belangrijk, maar wel ervaren. Maar je hebt ook wel de top. Ik was vorige week vrijdag bij afscheidscollege van Cor Molenaar. Die heeft 25 jaar is die daar hoogleraar geweest. Die gaf een paar voorspellingen ook voor de toekomst. Wordt nou, bij Erasmus. Ja. En wat is het? Eén was natuurlijk dat AI heel erg belangrijk is. Ook om meer verbinding juist te maken met de juiste doel. Maar hij zei ook wel van de grote vraag van, willen bestuurders die verandering wel? Want ja, die zitten toch, ja, die zitten in hun machtsstructuur. Ja. En ja, die lezen misschien wel wat. Die zullen misschien ChatGPT ook wel op hun mobiel nu hebben om wat te doen. Maar er is natuurlijk heel groot kennisgebrek in de markt. Ja. En dat, dus waar moeten ze beginnen? En, ja, dus het kan ook afbreuk doen aan de macht die je hebt. Bedoel je dat? Ja. Dat is een risico en daarom laat ik het nog even liggen. Even ja, of ik weet niet wat ik ermee moet en het is goed zoals het is. Andersom kan natuurlijk ook. Hè. Als ik er niet iets mee doe, dan verlies ik ook ergens mijn dus ik zie ook, positie in de markt. Laat ik zeggen. Ja. Wij richten ons heel erg op agencies. En je ziet sommige agencies die gewoon, dat de mensen daar, wauw, dit is gaaf. Hey, die taken die eenvoudig kunnen worden, die worden voor mij gedaan. Het werk wordt leuker. Anderen die zeggen, ja, wacht even, dit is nog niet voor mij, weet je wel? Ja. Maar ik denk wel dat bedrijven die straks gaan winnen, op wat voor vlak dan ook, dat zijn bedrijven die alvast nu leren. Ja, je moet niet het leerproces later beginnen. Je kunt beter nu instappen en het dan misschien niet gebruiken, maar wel weten hoe het werkt of hoe je het zou kunnen toepassen. En dat je eigenlijk over 3 jaar, want normaal zeg je over 5 tot 10 jaar, maar nu zeg ik hooguit 3 jaar, dat je dan pas daarna gaat kijken. Ja. Want als je nu ziet hoe het afgelopen jaar, wat voor impact het heeft gehad, wat voor groei het heeft gehad, en je ziet gewoon, die stappen worden steeds groter. En die stappen zullen zich door blijven zetten door de mogelijkheden die er zijn. Ja. Dus nu mee beginnen, maar inderdaad kleine stapjes. En gewoon kijken, oké, hoe kunnen we dit rustig opbouwen? Ik denk dat dat gewoon heel erg belangrijk is. Ja, want dat is precies wat je zegt, Sander. Dat ook die cultuurverandering die moet plaatsvinden. Ja. Het is een andere manier van werken, is het. Veel meer instructief. Dat je gaat werken met je tools, met je assistenten. Daardoor kan het werk ook veel leuker worden. Je houdt alleen nog maar de leuke dingen straks over, toch? Of je moet lekker veel padellen, je schoenen laten uitzoeken. Schoenen testen. Daarom. Ja, belangrijk. Nee, mooi. Volgens mij spannende tijd. Het gaat veel nieuwe dingen brengen. Maar kijken wat we ervan gaan maken. We gaan je over een tijdje nog een keer uitnodigen, Henry. En dan hebben we het misschien al meegemaakt. Zeker. Dan gaan we kijken of die schoenen van jou al gekocht zijn. Of dat je ze laat maar zeggen. Wanneer is je verjaardag? 1 april. 1 april. Maar dat, Nou, dat komt geen snel aan. Nee, dat begrijp ik. Je zit me zo aan. Juist. Ik heb een dochtertje van 3,5, dus dat is wel leuk om daarmee. Wat ga je voor papa kopen straks? Nee, mooi. Oké, dank voor je komst. Ja, dank voor het erg leuke gesprek, Jeffrey en Sander. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Yes, dank je wel. Dank je wel. Je hebt geluisterd naar een aflevering van Enrise AI. Enrise is een digital agency gespecialiseerd in complexe maatwerkopdrachten. We zijn een zelfsturend collectief van autonome teams. Wil je meer weten over ons mooie bedrijf? Of bijvoorbeeld kijken voor welke opdrachtgevers Jeffrey en Sander werken? Ga dan naar enrise.com. Wil je met ons in contact komen? Stuur dan een mailtje naar ai@enrise.com.